Maar het is toch altijd een feest, hè? Altijd een feest, hè. En nu mag iemand mij iets vertellen welk feest het is vandaag. We hebben het offerfeest. En we doen dat omdat wij een profeet herinneren. En die noemt profeet Ibrahim. Om hem, aan hem te danken, hebben we een feest. En dat doen we elk jaar. Super. En daar mogen wij mee van genieten. Ja. Dat is fantastisch. En wat hebben jullie allemaal gemaakt? We hebben allemaal koekjes gemaakt. Dus. Dat is een moeilijke vraag. Heeft dat ook een naam, die koekjes? Of niet? Ik weet het niet. Ik vraag dat maar eens. Ja, ik weet het niet. Michel, vertel eens. Dat zijn Indonesische koekjes. Wat zijn de koekjes? Indonesische. Ja, dit zijn Indonesische koekjes en dit zijn spekkeekjes. Spekkeekjes. Ja. Ja, dat ziet er lekker uit. Ja. En welke thee is dat hier, deze thee? En de Chinese thee. En is dat hele zoete of hele zure thee? Zoete. Hele zoete thee, hè? Ja. Hè. Mag ik daar eens van proeven? Ja. Ga jij dat uitschenken of gaat meester Ridwan dat doen? Meester Ridwan. Ja. Dit zijn dan, hè? Ja. Kalsar, hè? Ja. Ja. Wat voor koekjes zijn dit? Dit zijn dadels en de rest van de twee kinderen. Dit zijn de Marokkaanse koekjes ook, hè? Ja. Ik zal eens even checken. Ja. Voilà, dan gaan we daar eens van proeven, hè. Dank u wel.